kunnen we nu in staat zijn om ook over 10 of 20 jaar nog steeds het vak te kunnen uitoefenen en ook voor Nederland een bijdrage te kunnen leveren. Daar is een belangrijk uitgangspunt is duurzaamheid. En duurzaamheid zit meer in dan alleen de natuur waar je mee bezig bent of de omgeving waar je in onderneemt. Maar je zult ondernemer ook een inkomen moeten hebben, anders dan ga je het op de lange termijn natuurlijk niet redden. Daarvoor zijn financiële zekerheden nodig. En eigenlijk gaat het dan dus om, op welke manier kun je dus zorgen dat die bedrijven een fatsoenlijke vergoeding kan krijgen voor de producten. Daar gaat wat ons betreft een gedragsscore gelden. Die is niet heel nieuw, die heb ik links en rechts een paar keer vaak voorbij horen komen. Maar met name de uitwerking daarvan, daar moet naar gekeken worden. Want dat onderdeel zal Bart dadelijk nog wat dieper op ingaan. Maar belangrijk daarin is wel dat in de keten helder afspraken met elkaar gemaakt gaan worden. Want laten we wel weten, hoe kan het nu eigenlijk zijn dat de hele keten overal een plusje in zit en dat we eindelijk in die produceren dan moeten afwachten als prijsnemer moeten opereren in deze tijd. Daar alle sectoren, wanneer er een prijsverhoging aan zit te komen, maar de docent nog weer, de machineleverancier die zegt, ja, vanwege gestegen staalprijzen moet ik 6% de prijs verhogen, dan heb je dat accepteren. Maar dat soort is het ook bijzonder dat de garage sector al hun fantastische producten maar moet afwachten wat er in de markt gaat gebeuren. Maar waar het voor dient, en laat ik dat duidelijk stellen, gaat wel omdat er een soort van bodem gaat ontstaan in de prijs. Zodat dat je weet dat je niet meer onder die bodem wegzakt, zodat je gewoon in staat bent als bedrijf op een fatsoenlijke manier te kunnen produceren. Dit zal overigens, en dat is heel belangrijk, wel in Noordwest-Europese verband moeten gaan plaatsvinden. Uiteindelijk zijn we natuurlijk dit allemaal, er zit een heel erg voedsel hier in Nederland waarvan het overgrote deel grens overgaat, maar ook nog niet zo gek ver grens overgaat. Als je die kilometers aanhoudt en je hebt een keer over een 400-500 kilometer, daar gaat 80% van onze productie naartoe. Dus we moeten in staat zijn om daar afspraken op te gaan maken. Dat lukt niet alleen hier, maar dat begint het wel hier. En op het moment dat je in staat bent om ook met politiek daar, dat die daar ook op in willen zetten en daar ook met partijen in Noord-Europa, hier in Duitsland, Frankrijk afspraken over kunnen maken, dan denk ik dat we een belangrijke stap gaan zetten. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat we, Sjoerd heeft net geanalyseerd, als we niets doen en alles gaat door zoals het nu doorgaat, ja, dan is dit niet de oplossing, dan lopen we gewoon steeds verder vast in het moeras. Dus de oplossing in de ketenafzet, gedragscode zoals die net genoemd is, daar komt dit naar voren. Toch die prijzen die daar in de bodem moeten gaan ontstaan, de afspraken met de keten als een soort van vangnet. En eigenlijk is het zo, hoeveel data stellen wij als boeren niet gewoon vrij ter beschikking? Het is eigenlijk zo'n open source wat dat betreft van onze data. Die wordt nu veelal ook gebruikt, niet altijd in positieve zin. Hè. Die zijn vaak, wat kost het produceren van de melk? Nou ja, in onderhandeling wordt daar misschien wel eens misbruik van gemaakt. De oproep nu is, maak het transparant in de hele keten. Op dat moment kunnen we elkaar ook gewoon goed kijken waar zit de ruimte en hoe kun je dat verbeteren met elkaar. Het is wel een heel essentieel onderdeel in onze visie. Dan het tweede onderdeel waar wij fors op in willen zetten, omdat wij ook wel zien dat wanneer je de eisen die we in Nederland stellen alleen wilt vertalen via het product, dat dat heel lastiger gaat worden. Als je hier bovenwettelijke eisen gaat stellen, en dat mag, hè, want wij zit je daar ook voor elkaar in de samenwerking en dan beslis je met elkaar over. Maar kan het niet zo zijn dat je dat enkel alleen via product kunt gaan afrekenen. Ja, hooguit misschien voor het product wat je alleen in Nederland verkoopt. Maar goed, daar staat nu juist de manco dat het overgrote deel de grens over gaat. Wij denken dat we de oplossing kunnen zoeken door een basisvoeding te introduceren. Die basisvoeding houdt zoveel in. Het sheetje van Sjoerd, waarbij je zorgt voor die neveninkomsten dat je ook extra opbouw hebt van je totale inkomen binnen je bedrijf. Dat je voor een aantal zaken gewoon een vaste vergoeding gaat krijgen. En die ook substantieel is. Dat je van daaruit niet per definitie gedwongen bent in die red race to the bottom, door alleen maar met kostprijs te gaan werken, schaalvergroting, te moeten kiezen omdat er een oplossing is om aan regelgeving te kunnen gaan voldoen. Maar dat je dus in staat bent om door afspraken die je maakt, regionaal, de financiering zal veel via de provincie gaan lopen, maar regionale afspraken gaan maken. Welke kansen zitten, geeft jouw gebied. En dan moet je natuurlijk denken aan, dus naast het product dat je zelf levert als grondstof, dus zuivel, vers, groente, ei, hele gebeuren, dat je daarnaast op je omgeving, het landschap wat je verzorgt, dat je eigenlijk een product wat je in die zin ook gaat leveren.
daar komt de term poen voor groen naar voren. Dat moment nu weer bereikt is, dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat de poen komt voor groen. En dat dus gaat zorgen voor een basisvergoeding voor de bedrijven. Nu is het natuurlijk zo dat er die diversiteit in de bedrijven is groot. Daar hebben we het vaker over gehad. Het is niet voor niets dat er heel veel belangengroeperingen zijn vanuit de landbouw. Dat komt heel vaak. Elke groep probeert zich daarin te vertegenwoordigen. Over één ding zijn alle belangengroepen soms wel eens, die prijzen beter moeten worden. Hè. Dus laat daar geen verschil van mening over zijn. Maar het past niet altijd om te kiezen voor of alleen voor de lage kostprijs te gaan, of deze afspraak te willen maken voor een basisvoeding, omdat je misschien niet altijd in die situatie zit. Daarvoor hebben wij een tussenvariant bedacht waarbij je in staat zou kunnen zijn om punten te kunnen inschrijven waardoor je ook je inkomen kunt verbeteren. Wat voor punten moet je over zijn denken, is dat naast landschapbeheer, die kennen we wel via de samenwerkingsvormen die zorgen voor het landschap, dat je onderhoud aanbleeft. Maar ook dat je maatschappelijke diensten gaat doen. Als je stikstofreductie weet te realiseren in je bedrijf, dat daar een vergoeding tegenover staat. Op het moment dat je CO2 meer gaat vastleggen, dat je daar ook een bijpassende vergoeding voor krijgt. Biodiversiteit, wateropslag, enfin, heel veel thema's die nu spelen en die de komende tijd ook blijven spelen. Dat is heel logisch om daar ook een vergoeding tegenover te gaan zetten. Dan ontstaat met dit plaatje. Waarbij we dus nog steeds de boeren keus kunnen laten. De boer die zegt van ik ga echt voor, ik zit in die mooie agrarische hoofdstructuur die ontstaat is in 2030. Ik heb daar weinig belemmering. Ik heb te maken met gewoon basisregels zoals de Europese Unie aan ons oplegt. Ik kan goed door, ik groei door en dat draait gewoon prima. Die kan er prima uit de voeten. Je zult nog steeds die biologische groep hebben die produceert onder biologische voorwaarden, die zal mogelijkerwijs gaan stijgen. Nou, prima, daar is ook ruimte voor. Je blijft nog steeds de streekproducten, de niche-markt, die zal opblijven, misschien nog wel wat toenemen. Maar die grote groep, waar Sjoerd het straks over had, die echt strak in de middel zit, om die een mogelijkheid te bieden, zien wij door extra inkomsten te genereren, op deze wijze een solide basis kunnen vormen, waarmee ze ook, en het is belangrijk om te noemen dat dat ook voor lang jaren vergoedingen zijn. Dus niet even voor één jaar wel, het andere jaar niet. Nee, afspraken van jaren maken, bijvoorbeeld voor 10 jaar met verlengingen daarna ook nog een keer weer. Zodat, en dit is wel belangrijk, dat op het moment dat je naar een bank toe gaat en je wilt een financiering aanvragen, dat er ook een duidelijke basis onder zit. Op het moment dat je financiering wil aanvragen voor innovatie op het gebied van staltechnieken om emissie te reduceren of grond aankopen om daarmee te gaan extensiveren, ja, dan moet je wel een basis onder hebben. En daar kan dit nadrukkelijk toe bijdragen. Daar gaat het eigenlijk op deze manier uitzien voor de boer. Die gaat dan zien dat hij op die manier zijn inkomsten kan gaan opbouwen. De basisvoeding, uiteraard dat doet de markt zelf en de gedragsscore waardoor er een bodemprijs gaat ontstaan. Op die manier krijg je een solide basis. Nou, we noemen een aantal varianten die erin kunnen zitten. We hebben eigenlijk hier even weergegeven hoe 3 bedrijven dat zouden kunnen gaan doen. Uiterst rechts hebben we gewoon de gangbare situatie zoals het eigenlijk nu is. Die overigens ook wel zal blijven. De marktwerking is wat dat betreft een bijzondere dag. Daar ga je zo niet 1, 2, 3 jaar in sleutelen. Maar we moeten een stap gaan maken. Nou, dat is de situatie nummer 3. Die werkt gewoon met een scherpe kostprijs. En daardoor kan die volstaan met de drastische zoals het gesproken is voor alle bedrijven. En de marktfluctuatie hier dan plus of min elkaar aanleggen. Uit links hebben we de bedrijven staan die afspraak gemaakt heeft met de lokale of regionale overheid. Die heeft daar een goed pakket onder liggen voor langjarig zekerheid qua inkomen. En kan op die manier overleggen. Nou, de middelste bedrijf, die zit dan toch in het middelste bedrijf wat ik net noemde. En links staat dan eigenlijk een bedrijf die dan kiest voor, die is niet in de mogelijkheid om allerlei verplichtingen aan te gaan voor lange tijd en je kiest voor het puntensysteem waarbij je op die manier ook nog extra inkomsten kan gaan krijgen. En eigenlijk is dit in onze optiek de mogelijkheid om oplossingen om te komen en om te voorkomen dat we niet alleen maar al van schaalvloot gaan krijgen waardoor het toch wel leeg gaat lopen en dat is natuurlijk het angstscenario wat je kunt gaan hebben
moment dat de boeren zorgen ook voor de leefbaarheid van het platteland, de kleine kernen, de scholen enzovoort, alles hangt met elkaar samen.